Precies. En in het verband houdt hij in mijn bed op een hier meer dan een kwart miljoen euro bij. En voor het Openbaar Ministerie is dit dan ook een belangrijke zaak. Ik denk dat je dat in zijn algemeen had moeten zeggen. Dat dit een grote schaal is. Het is nu in ieder geval een mooi onderzoek geweest. We zijn door die vast van het nieuwe verklaring afgelegd. En wij hebben uiteindelijk ook een link met de hoofdman kunnen gelegd. En dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Hallo. Editie.nl, hoe kun je als klant. Hallo. Hoi. Wat moet je dan doen? Opnieuw is een Nederlands team op de randplek van de MH17 in Oekraïne. High five. Dit zijn foto's. Thank you. Zijn op de randplek. Ze willen stoffelijke resten bergen. En ze willen ook delen van het vliegtuig meenemen voor verder onderzoek. Dus ze gaat vechten in Oekraïne verder zonder uitzicht op een oplossing. De pro-Russische separatisten hebben zelfs aangekondigd dat ze hun troepen gaan versterken. Ze willen 100.000 man op de been krijgen. Dat is toch wel aardig, is het niet? Hoe hij die troepen bij elkaar wil krijgen is niet duidelijk. Mogelijk leek het een wel Russische versterking. Ze vechten om de regio's Donetsk en Luhansk. Op dit moment proberen de rebellen de Balkan in te nemen. In een strategisch gelegen spoor en station. Het Oekraïense leger verdedigt de stad met kruidraketten. Alleen al afgelopen weekend kwamen er tientallen mensen om het leven. Onder die ook veel burgers. De VND houdt nadrukkelijk rekening met een faillissement. Blijkt uit een brief die het noodlijdende warenhuis dit weekend naar zijn verhuurders heeft gestuurd. In de brief dringt VND opnieuw aan op lagere huur en 4 maanden vrijstelling.